Piet Veenstra, algemeen directeur van kledingketen Only for Men... werd onlangs onaangenaam verrast toen hij ontboden werd op het gemeentehuis in Geldermalsen. Ja, een rare gewaarwording. Het is de drukste, de drukste zondag van het jaar in al mijn vestigingen. Alleen in Geldermalsen mocht het niet. Dus, dus ja, we hebben het op diverse manieren geprobeerd... om met de gemeente in gesprek te komen... Maar men is halsstarrig uh, geweest. En uh, we hebben uiteindelijk uh, met zeven ondernemers. Uh, zijn we, hebben gezegd: dan gaan we het maar uh, creatief doen. En dan gaan we besloten uh, open. Deze week we, zijn we gebeld. dat we op, op het gemeentehuis moesten komen. En dat we een proces uh, kregen. En dat er een gesprek zou plaatsvinden. En uh, tot mijn grote verbazing zat daar alleen de handhaver. en niet uh, de wethouder bijvoorbeeld. Uh, om nog eens een keer het gesprek op te starten. Uh, en, uh, ja, dus ik heb proces verbaal gekregen en dat gaat nu uh, naar de officier van justitie, heb ik begrepen. Er hangt ons een, uh, een, gev een gevangenisstraf uh, of een uh, boete van meer dan 20.000 euro boven hoofd. Als ik uh, de brief van de, van, uh, uh, de gemeente mag uh, geloven. Maar goed, we zullen het zien hoe de rechter hierin zit. We hebben volgens mij ons binnen de grenzen van de wet gedragen. Want ik mag toch een besloten feestje uh, houden in de, in de winkel. En uh, we hebben een statement willen maken. Hè. De landelijke pers is erop gedoken. Uh, uh, ja, we, we vinden het niet meer van deze tijd dat, uh, dat het vrije ondernemerschap ons, uh, ons uh, wordt verboden. Zeg maar. En kijk eens naar omliggende gemeentes. Venendaal bijvoorbeeld, Ede en zo. Is het ook allemaal. Uh, uh, was het toch vroeger ook onmogelijk? Maar uh, men is daar gewoon open, open nu. En meten met twee maten? Ja, zeker meten met twee maten. Omdat ik eh, het natuurlijk niet terecht vind dat een fruitstore eh, hier eh, niet mag eh, verkopen op zondag. En dat een landgoedwinkel op Marienwaard elke zondag gewoon mag verkopen. Dat is toch hele oneerlijke concurrentie. Ik had gedacht: we gaan, eh, we gaan, eh, we gaan de gemeente wel meekrijgen om hier wel een, een, een keer een try-out te doen. Op, op zo'n belangrijke zondag. Want dit is natuurlijk een, de zondag voor Kerst. Ja, dan, doen mensen, uh, 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 dan zijn ze massaal aan het winkelen. Dat is ook gebleken, in al onze winkels is het top geweest. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben zeer benieuwd. Men schuilt zich nu achter dat er een nieuwe coalitie moet komen. Die er dan volgend jaar hè, krijgen we drie gemeentes die bijeen samengevoegd moeten gaan worden. Maar goed, Olivier Mij wil natuurlijk niet wachten tot uh, november. Dan zijn we een jaar verder. Dus, uh, dus ik ben heel benieuwd. Uh, uh, hier staat een strijdbare ondernemer in ieder geval.